Minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme voert onderhandelingen met de leiding van het Nationaal Vervoerbedrijf NVB over het waarborgen van de dienstverlening. Hij verklapte dit gisteren voor de aanvang van de wekelijkse ministerraad. De kwestie van betalingsachterstanden bij chauffeurs is op de agenda bij de bewindsman. Het is concreet. Vorige week hebben we gezien de NVB met het ministerie. En deze week aangeleverd worden. Zeker dat overzicht met betrekking tot wat verder is uitgewerkt of uitgewerkt dient te worden met betrekking tot de daguurtarieven. En daar kijken we naar uit. Jubitana zegt verder dat hij uitkijkt naar een betere dienstverlening, gezien er de afgelopen maanden een heleboel zaken speelden binnen de organisatie die ten nadele van de samenleving zijn gekomen. De minister stelt dat er nu ook wordt gewerkt aan het ordenen van de transportsector. De veranderingen zullen, naar zeggen van de bewindsman, in de loop van het jaar te merken zijn.